Nou, kijk, ik heet Dolle Dries. Dan zal ik nou nog een klein verhaaltje van mijn opa vertellen. Dat was de echte Dolle Dries. Daar heet ik naar. En toen ik mijn eerste reisje ging maken, toen zei ze, hé, dat is die kleinzoon van die Dolle. Dus ik kreeg zijn bijnaam en toen ben ik zijn streek ook maar gaan doen. Dat doe ik nou nog af en toe, hoor. Maar in ieder geval, mijn opa, die gaf rendezvous. Die had drie hoeren in huis. En dat was Tijger Annie, Annie Kooiman, Scheveningse Riet en Vlaardingse Toos. Dus op zeker moment, ik ging altijd gedag zeggen als ik naar zee ging. En dat waren toen 6-7 maanden reizen. Ik zeg tegen mijn moeder, ik ga even bij opa gedag zeggen. Dus ik kom bij je, maar hij zegt, moet je nog een borrel? Ik zeg, ja, doe maar een borreltje. Hij zegt, wanneer moet je weg? Ik zeg, over 2 dagen. Met welke boot? Ik zeg, de Witte Zee. Zitten er nog Vlaardingers aan boord? Ik zeg, ja. Ik zeg, Bette Starder. Hij zegt, daar krijg ik nog 25 gulden van. Die hebben hier nog liggen wippen. Hij zegt, vraag dat is. Dus hij, we gaan naar zee. Ik zeg tegen Bettis, ik zeg, hey Bet, heb jij bij mijn opa leggen wippen? Hij zegt, ja. Heb je dat gezegd? Ik zeg, ja, je moet nog betalen, 25 piek. Hij zegt, ja, dat is zo. Ik zeg, of je dat aan mij wil geven? Hij zegt, ja, dat doe ik wel. Maar ik had een geintje aan de hand, ik werd droog gezet, ik krijg geen drank meer. Ik denk, hé, even wachten. Ik zeg, Bettis, ik zeg, je mag het ook met bier betalen allemaal, hoor. Ik zeg, dan die 25 piek, dat waren toen 3 dozen. Dus ik heb dat opgedronken. Ik kom na de reis terug, na 6 maanden. Ik denk, nou, ga even bij mijn opa. Hij, wat denk je? Normaal zou je verwachten van, ah jongen, heb je een fijne reis gehad? Hij zegt, hey, hebt die betaald? Ik zeg, nou, ik zeg, Bette zegt dat het niet waar is. Hij heeft je niet leggen wippen. Ja, fijne vent was dat. Ja.